Goedemiddag. Volgens vicepremier Van den Broeke kunnen banken de spaarrente wel degelijk verhogen en is dat geen risico voor de banken, zoals de Nationale Bank beweert. In India vallen minstens 260 doden en 900 gewonden bij het zwaarste treinongeluk in meer dan 20 jaar. En Veet Kip Jegon verbetert het 8 jaar oude wereldrecord op de 1500 meter. De Nationale Bank is fout. Banken hebben wel degelijk de ruimte om de rente op spaarboekjes te verhogen. Dat zegt vicepremier Frank van den Broeke van Vooruit in het zaterdagse ontbijtgesprek op Radio 1. Gisteren kwam de Nationale Bank met het advies om banken niet te verplichten de rente op te trekken. Maar volgens Van den Broeke heeft de Nationale Bank het voorstel van zijn partij daarover fout berekend. De Nationale Bank was gisteren duidelijk in haar advies over het verhogen van de spaarrente. De wettelijke minimumrente verplicht verhogen zou risico's kunnen betekenen voor de gezondheid van de banksector. Maar vicepremier Frank van den Broeke is niet overtuigd door dat advies van de Nationale Bank. Het is zijn partij die banken wil verplichten de rente op spaarboekjes te verhogen. Het advies van de Nationale Bank overtuigt echt niet, hè? Om te beginnen... Maar het is wel heel duidelijk, hè? Het zegt van doe het niet. Ja, maar de vraag is, wat zijn de argumenten? Om te beginnen lees ik in het advies van de Nationale Bank dat het voorstel van Vooruit op jaarbasis 4,5 miljard zou kosten aan de Belgische banken. Ja, dat is volstrekt onjuist. Dat is gewoon volstrekt onjuist. Ons voorstel is op dat vlak veel gematigder. Maar dus, ja, als de Nationale Bank er zo naast klopt in de beoordeling van ons voorstel, dan is de vraag... Wat betekent de rest van dat advies? Van den Broeke is dan ook niet van plan om in te binden. Vooruit wil banken blijven verplichten de rente te verhogen, maar wil het voorstel daarover wel verfijnen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen om nog voorzichtiger te zijn, nog gematigder dan wat Vooruit nu voorstelt. Je zou kunnen zeggen, weet je, zo'n minimale rente die de spaarder moet krijgen, dat is voor de eerste 25.000 of de eerste 50.000... of de eerste 75.000 euro die op het spaarboekje komt. En daar beperkt de garantie van een minimale rente. Op Melsbroek is afgelopen nacht een vliegtuig geland met 2 Oostenrijkers en een Deen aan boord, die alle 3 gevangen zaten in Iran, net als de Belg Olivier Vandecasteele. Die laatste werd afgelopen week al overgebracht, maar in diezelfde overeenkomst met Iran zat dus ook de vrijlating van 3 andere Europeanen. Ze zijn alle 4 vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van de Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die in ons land in de cel zat. Het is bijna 3 uur 's nachts als een klein vliegtuig landt op de militaire luchthaven van Melsbroek. Aan boord zijn 2 Oostenrijkers en een Deen. Minister van Buitenlandse Zaken Habib staat hen samen met haar Oostenrijkse collega en de Deense ambassadeur op te wachten. L'un donc a été détenu depuis 2016, donc 2 Autrichiens, l'un détenu depuis 2016, l'autre depuis 2019 et un Danois détenu depuis novembre 2022, arrêté en marge des manifestations à Téhéran. De overeenkomst om Olivier Vandecasteele, de 2 Oostenrijkers en de Deen over te brengen gebeurde in Europees verband. België nam daarin het voortouw, maar de golfstaat Oman bemiddelde en maakte de transfer mogelijk. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays parvient comme ça à libérer des citoyens qui ne sont pas ses ressortissants. We are extremely grateful for the strong support that we've received from the Belgian authorities. Not just in the last few days, but for a long time. Deze operatie Blackstone, zoals die heet, wordt daarmee afgesloten, zegt Habib. Maar er zitten nog 20 andere Europese burgers onschuldig in de Iraanse gevangenissen. Bij hen ook VUB-gastprofessor Jalali. Hij is opgepakt op verdenking van spionage en is er niet goed aan toe. Nous nous sommes inquiétés à plusieurs reprises du sort du docteur Jalali. Nous avons porté son cas au plus haut niveau, au niveau européen. Et nous continuerons à le faire. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International reageert opgelucht op de vrijlatingen. Tegelijk willen ze dat dit probleem bij de wortel wordt aangepakt. België en andere landen moeten intensief de systematische gijzelingspolitiek van Iran aanklagen, zegt Amnesty. Wel, wij zijn opgelucht en tevreden dat ze vrij zijn en herenigd zijn met hun familie. Zij zijn door een hel gegaan, de personen zelf, maar ook hun families. Dus daar zijn wij blij om. Maar het is belangrijk dat er nu ook echt vanuit België, maar ook uit andere landen en internationaal gecoördineerd, een heel sterk signaal komt naar Iran dat er een einde moet komen aan wat we moeten noemen de gijzelingspolitiek. Gijzeling is een internationaal erkend misdrijf en Iran moet daarvoor ter verantwoording worden geroepen. En België moet dat doen, zowel voor Olivier Vandecasteele als bijvoorbeeld voor die Zweeds-Iraanse professor, gastprofessor van de VUB. In het geval van Olivier Vandecasteele roepen we inderdaad België op om een gerechtelijk onderzoek te starten naar gijzelneming en de verantwoordelijken te dagvaarden en te vervolgen. En ook in een bredere context, in het geval van Ahmad Reza Jalali en ook anderen, zijn er heel sterke aanwijzingen dat het om gijzelingen gaat. Het is dus een systeem, het is een systeem, een politiek van Iran. En daar kan België echt de leiding nemen, samen met andere landen, om Iran ter verantwoording te roepen. In het metrostation Rogier, in het centrum van Brussel, is vannacht een man overleden nadat hij vast was komen te zitten in een rolluik van het station. De man had geprobeerd om het afgesloten metrostation binnen te dringen en raakte dus vast. Brandweer, politie en MIVB kwamen nog ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De laatste weken zijn nog mensen vastgeraakt in rolluiken van metrostations in Brussel, maar nooit met dodelijke afloop. Het gaat om daklozen die een slaapplaats zoeken. Het college van de hoven en rechtbanken in ons land is verontwaardigd over een aantal uitspraken en de houding van sommige politici in de zaak Sanda Dia. Het college noemt het onaanvaardbaar dat zij mee het protest voeden dat er sprake zou zijn van klassenjustitie. Het college wil wel deelnemen aan een sereen debat over de kwestie in het parlement. Heel wat mensen vinden dat de rechter te mild is geweest in de zaak Sanda Dia. En dat is hun goed recht. Je hebt in ons land recht op vrije meningsuiting. Het gaat al een stap verder als je op sociale media zelf recht wil gaan spreken en oproept om mensen publiekelijk af te straffen, zoals TikTok-influencer Acid heeft gedaan. De jongeman oogste veel positieve reacties, ook van de voorzitter van de CD&V. Wat hij mij ook nog eens moet uitleggen, dat is hoe dat het komt dat de straffen die Acid mogelijk kan krijgen, dat die nu blijkbaar bijna hoger oplopen dan de werkstrafjes die de reuzengommers hebben gekregen. Politici die opruiende uitspraken doen ondersteunen onze democratie niet, waarschuwt het college van de rechtbanken en hoven dat de werking van de rechtbanken ondersteunt. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij niet moeten polariseren, geen olie op het vuur moeten gooien, maar eerder moeten verbinden om tot een debat te komen. En moeten trachten om het vertrouwen in de instellingen ook terug mee te herstellen. In plaats van complottheorieën te voeden, zo zegt het college, kunnen politici beter een ernstig debat voeren. En best in het parlement. Het is tenslotte het parlement dat beslist welke de minimum- en maximumstraffen zijn voor elk misdrijf. En dus wij zijn bereid om aan dat debat ook mee te doen. Maar niet op sociale media. Maar niet op sociale media. Bij een enorm zware treinramp in India hebben zeker 260 mensen het leven gelaten. Wellicht zijn het er meer, maar nog niet alle slachtoffers zijn gevonden tussen de wrakstukken. 900 passagiers raakten gewond. De ramp gebeurde in het oosten van het land, in de deelstaat Odisha, ten zuidwesten van de miljoenenstad Calcutta. Er waren 2 passagierstreinen en een goederentrein bij betrokken. Vrijdagavond, 7 uur lokale tijd. Een passagierstrein ontspoort en komt terecht op het andere spoor. Een hoge snelheidstrein komt aangereden en botst hierop in volle vaart. Die trein ontspoort ook en wordt vervolgens aangereden door een goederentrein. De ravage laat weinig aan de verbeelding over. De wagons zijn herleid tot schroot, er vallen meer dan 260 doden. Toch zijn er enkele passagiers die het kunnen navertellen. मैं मतलब गिरने जैसे हो गई क्योंकि मेरी बॉगी पूरी टेढ़ी हो गई। कितना लोग का डेट हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपरा बिगड़ गया है। De hulpdiensten zijn snel ter plaatse. Reddingswerkers halen een hele nacht lichaam per lichaam uit de wrakstukken. Sommigen worden levend bevrijd. 200 ziekenwagens en verschillende bussen voeren zeker 900 gewonden naar het ziekenhuis. Hamari kal raat se hamari 6 team lagi hui hai yahan par aur hamare dogs bhi lage hue hain aur hamari medical team bhi lagi hui hai aur lagatar hum kaam kar rahe hain. Intussen is de reddingsoperatie afgerond en kunnen de werkzaamheden starten om de wrakken weg te halen. Maar de oorzaak van deze tragedie blijft onduidelijk. De Indiase minister van het spoor is ter plaatse. Een high-level committee bhi already declare ho gayi hai, jo ki is pure accident mein inquiry karegi. Ook premier Modi bezoekt de ramp en roept vandaag uit tot dag van nationale rouw. Het is nu al de grootste treinramp van deze eeuw in India, de derde dodelijkste uit de geschiedenis van het land. De zwaarste gebeurde in 1995, toen vielen er 358 doden. Katrien, goedemiddag. Er is een nieuw wereldrecord in de atletiek. Ja, gisteravond gelopen in Firenze, in Italië. Er waren een paar knappe prestaties op de Diamond League meeting in Firenze. En daar was een wereldrecord bij. Van de Keniaanse Veet Kip Jegon. Zij verbeterde het record op de 1500 meter. Dat stond al 8 jaar op de tabellen en was van de Ethiopische Genzebe Dibaba. Kip Jegon is 2-voudig Olympisch kampioene op de 1500 meter. Ze dook in Firenze als eerste vrouw ooit onder de 3 minuten 50 seconden. Ze finishte in 3:49,11. De laatste ronde voor Faith Kip Jegon. Luid aangemoedigd door het enthousiaste publiek moet ze haar slotronde wel onder de minuut afwerken. Kijk eens aan, wat een overtuiging. De beste middellange afstandsloopster ooit bij de vrouwen. 2 keer Olympisch kampioen, 2 keer wereldkampioen. Kan niet meer mislopen, Faith Kip Jegon. Met een straatvoorsprong naar wereldrecord 3:50,07 duikt ze onder de 3:50. 3:49,11. Wereldrecord voor Veet Kip Jegon. Bijna een seconde sneller dan Genzebe Dibaba. I didn't expect a world record. This just came as a surprise. When I heard the bell, I was feeling I could still push more than that. I think the crowd like go, 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 and I could still go very fast in the last 200. Naast dit wereldrecord lopen de mannen in Firenze snelle tijden op de sprintnummers. De Amerikaan Fred Curley wint de 100 meter in 9:94. Zijn landgenoot Arjen Knighten is de primus op de 200 meter in 1989. De Nederlandse Femke Bol imponeert op de 400 meter horde met een beste wereldjaarprestatie. En aan de leiding in de bocht de Europese kampioenen op dit nummer, vissen wereldkampioenen. En komt met voorsprong zoals verwacht in de laatste rechte lijn. De tijd van Bol, 52:43. Dat is een meetingrecord voor de Nederlandse. Op het tennistoernooi van Roland Garros zit de nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz, in de 8e finales. De Spanjaard ging zonder veel energie te verspillen voorbij de Canadees Denis Shapovalov, de 32e op de wereldranglijst. Alcaraz won in 3 sets. Hij heeft met de makkelijke zege nog eens een status van topfavoriet onderstreept. Carlos Alcaraz groet het publiek in Parijs. Een goede 2 uur had hij nodig om af te rekenen met de Canadees Denis Shapovalov. Alcaraz is de nummer 1 van de wereld. Shapovalov staat 31 plaatsen lager op de wereldranglijst. Het klassenverschil is duidelijk. In geen tijd wint Alcaraz de eerste set met 6-1. In set 2 sputtert zijn motor even. De Spanjaard komt 1-4 achter, maar daarna wint hij 5 spelletjes op rij en pakt hij ook de tweede set met 6-4. Het toont de mentale weerbaarheid van de pas 20-jarige Spanjaard, die na zijn zege op de US Open vorig jaar de jongste nummer 1 ooit werd. I would say I'm a complete player. You know, I would say the stronger thing that I have is that I push the opponent to the limit. You know, every time. En zo stoomt hij door naar 6-1, 6-4 en 6-2 winst. Just a match. Alcaraz. In de achtste finales neemt Alcaraz het op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti, 18e op de wereldranglijst. En dan nog voetbal. Op de Champions League-finale bij de mannen is het nog een weekje wachten. Bij de vrouwen valt de beslissing vanmiddag al in Eindhoven. Barcelona neemt het daarop tegen Wolfsburg. Barcelona is favoriet. De Spanjaarden kunnen onder meer rekenen op voetbalster Alexia Putellas. Zij wordt als de beste van de wereld gezien. Ze won de voorbije 2 jaar de gouden bal. Putellas en haar ploeggenotes hebben iets recht te zetten. Vorig jaar verloren ze de finale tegen Olympique Lyon. Bueno, al moment recent et diria que va ser traumàtic. No per mi, diria per tot l'equip, perquè al final vam treballar moltíssim per guanyar la final de Turín, no va poder ser, però això doncs, ara mateix és un motiu més dins de tota la llista de motius que hi ha per sortir demà i anar per totes i lluitar per aconseguir la Copa i portar-la cap a Barcelona. De finale tussen Barcelona en het Duitse Wolfsburg wordt gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven, het stadion van PSV. Dat is helemaal uitverkocht. Meer dan 34.000 fans zullen de match bijwonen. Dat is een toeschouwersrecord voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland. En het toont dat het vrouwenvoetbal groeit. Deswegen spielen wir unter anderem ja auch Fußball, weil wir unsere Freude, unsere Leidenschaft mit dem Fußball, mit den Menschen auf der Tribüne teilen wollen. Und das entwickelt sich gerade immer mehr. Und dementsprechend sind wir auch sehr froh, dass das morgige Spiel ebenso ausverkauft ist und wir dann hoffentlich mit den ganzen Fans, die uns im Rücken stehen, dann auch feiern können. Nou, straks is er hier wielrennen op VRT1, de Heistse pijl vanaf 4 uur. En op Canvas zit het WK 3x3 basketbal. Vanaf 2 uur met de Belgen. Dankjewel, Katrien. En voetbalfans bij ons die zitten op hete kolen, want morgenavond kennen we de nieuwe landskampioen in het Belgische voetbal. Antwerp, Union of Genk. Genk wordt de kleinste kans gegeven en in Limburg beseffen ze ook dat er een klein mirakel nodig zal zijn om het te halen. En daarom is een groep Genk-supporters naar de Lourdesgrot van Wiemesmeer getrokken om er een kaars te branden op de goede afloop voor hun club. Wees gegroet, Maria, vol van genade. We willen in ieder geval niets aan het toeval overlaten, daarom dat we ook hier zijn. En als we naar Maria kijken, ze heeft al kleur bekend natuurlijk in haar blauw-witte verschijning. Dan komt dat helemaal goed. Dan nog dit. Wie vragen heeft over zijn belastingaangifte kan bellen naar het belastingcallcenter van VRT Nieuws. Het nummer is nog tot 3 uur vanmiddag bemand. En het nummer dat is 078 35 34 56. Wij openden met de discussie over de lage spaarrente die banken geven. Volgens minister Van den Broeke hebben banken wel degelijk de ruimte om die rente op te trekken. Geniet van uw zaterdag en tot vanavond. Om te beginnen lees ik in het advies van de Nationale Bank dat het voorstel van Vooruit op jaarbasis 4,5 miljard zou kosten aan de Belgische banken. Ja, dat is volstrekt onjuist. Ja, als de Nationale Bank er zo naast klopt in de beoordeling van ons voorstel, dan is de vraag: wat betekent de rest van dat advies? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen om zo'n minimale rente die de spaarder moet krijgen, dat is voor de eerste 25.000 of de eerste 50.000 of de eerste 75.000 euro die op het spaarboekje komt. SOS of gewoon een vraag? VRT Nieuws helpt je op weg met jouw belastingaangifte. Ontdek er alles over in de app van VRT Nieuws.